FC Eindhoven dus met een andere doelman, dat is Thomas Hooibergs. En een andere spits, Abdelmalek El Hastaoui. Maar het is Dordrecht dat in de aanval gaat met Hamer. Daar komt de bal bij, Mamoudov, en die maakt de 1-0. Het is de 10e minuut van de wedstrijd. En de paas is heerlijk van Gustavo Hamer. En die wordt geweldig afgemaakt door Mamoudov. De belangrijke man die zijn 7e treffer maakt in deze competitie voor FC Dordrecht. Dat dus zo graag mee wil doen in de strijd voor de 3e periode. Dordrecht weer met de paas van Arias bij Mamoudov. En dan uiteindelijk tegengehouden door Matisse. Maar het is duidelijk dat Dordrecht in de omschakeling de ruimtes weet te bespelen. En Eindhoven terugdringt meer en meer. Eindhoven dat dus op de eigen Aalsterweg speelt. Met David Nascimento aan het roer. Het schot uit de tweede lijn van Hamer gaat weer rakelings naast het doel van Hooibergs. De trainer Nascimento, die 3 van de 4 wedstrijden verloor als hoofdcoach van FC Eindhoven. Goeie paas komt bij Kabangu. Voor de goal komt Swinne. Kabangu legt hem af. Maar dan is hij veel te hard en is in de aanval niets mee te doen. Dus ook niet bij Van Lanschoot. Asjente op het middenveld bij FC Eindhoven. Daar weer ruimte bij Kabangu. Maar Lieder wordt nodig gemist. De man die 20 doelpunten maakte tot nu toe kan niet gevonden worden omdat hij er niet bij is. En Abdelmalek El Hasnaoui is toch een heel ander type voetballer. Daar bijna de kans, maar het zijn de vuisten van doelman Jansen die onderweg nog even gehinderd werd door De Wilde. En dus de vrije trap voor Dordrecht. Daar weer balbezit voor de doelpuntenmaker Mamoudov. Mamoudov buitenom kwam Stankov, maar is het Mamoudov die het gewoon in zijn eentje doet. Rakelings naast het doel. De ruststand van 0-1, dan de tweede helft. Met Rodney Klooster. Die ver mag meekomen. Voorzet is goed. Joël Thomas, die vroeg in de wedstrijd kwam. Al na 33 minuten de wissel. Hij kwam erin. Voor Keil da Silva, de verdediger. Asjente. Daar El Hasnaoui. Dan de ruimte bij Swinne. Die de benen vindt van Brian Jansen. Een tweede helft waarin Dordrecht vooral verdedigend wil denken. En de 1-0 voorsprong wil vasthouden. El Hasnaoui weer. Daar is de vraag. Maar dan moet die bal meegenomen worden. Thomas in tweede instantie. En dan gaat Swinne er weer naartoe. Maar die had eigenlijk die eerste bal goed mee moeten nemen. Eindhoven dringt wel aan, maar het is moeilijk om echt gevaarlijk te worden. Voor die ploeg met weer Klooster. Veelvuldig opkomend. Nu met een gelukje, balbezit houdend. Dan Branko van de Bomen. Het schot van Matisse, de verdediger. En Nascimento ziet dan de bui al hangen, want de kansen zijn sumier. Joël Thomas onderweg nog aangeraakt. Is het Hens van Stankov? Nee, hij komt op het lichaam. Thomas appelleerde voor de penalty. Kada, ook een invaller. Tariq Kada. Daar is de voorzet. Swinne. Van de Bomen. Een goed schot. En een goede reactie van Jansen. Klooster dan weer. Maar het schot dus van de aanvoerder Branko van de Boom. El Hasnaoui. Heel veel ruimte voor Hervé Matisse. En het goede schot, maar weer de redding van Jansen. En Dordrecht houdt stand. Hoewel die van het doel af moet verdedigen, zegt Gerard de Nooijer. Dat doen ze dan ook. In de slotfase, Arias. Waar komt de voorzet? Komt hij uiteindelijk? Nou, Hamer. Hamer? Nee. Niet de 2-0 en nog een keer proberen. Dan zit De Wilde ertussen. Blijft die bal toch nog binnen? Mutsaars die bal terugspeelt. En dan uiteindelijk weggewerkt door Swinne. En dus blijft het bij 1-0 voor Dordrecht. Dat goede zaken doet aan de Aalsterweg in Eindhoven.